Hallo, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga vandaag de Open Orakel Dagkaart reading doen voor 22 maart 2021. Ik ga drie orakelkaarten van jou nemen. Dus kaarten nummer 1. Kaart nummer 2. En ik ga voor helemaal op het einde kaart nummer 3. Oké, voor vandaag. De eerste kaart is legendes. Leer ervan van degenen die jou geïnspireerd hebben. Ga misschien vandaag eens even extra terug naar een bepaald verleden of naar jouw leermeesters. Mensen die jou dingen geleerd hebben waar je inspiratie, kracht of energie uit hebt gehaald. Dus moet je even verder voor een bepaalde situatie even extra de geschiedenis induiken. En van daaruit jouw stappen te nemen of je keuzes te maken. Oké, hartstikke mooi. Kaart nummer 2, daar kan je trouwens ook een hele mooie meditatie op doen. Kaart nummer 2 is oost-west thuis best. Misschien even vandaag even extra daarvoor te kiezen. Zul je een bepaalde verandering maken op het huiselijke stuk, ga dat dan doen. Ga een bepaalde uitdaging voor jezelf aan. En breng daar ook veranderingen in, zodat jij ook in je energie helemaal krachtig gaat voelen en thuis gaat voelen. Erg belangrijk om dat dus ook in te zetten en daar een veranderingen daarin durven te maken. En kaart nummer 3, jouw voorhoofdchakra. Wat het natuurlijk staat voor je daardoor ook een bepaalde situatie is ook anders te gaan bekijken. En van daaruit bepaalde stappen ook anders te zetten. En daarna te durven handelen aan je gevoel en gedachten in balans te brengen en dan er vertrouwen in te hebben dat alles ook op zijn plek terechtkomt. Misschien zit je wel in een bepaalde situatie waarin jij extra jouw derde oog daarin moet gaan gebruiken om het helder te krijgen, het beeld voor jouzelf of de situatie. Maak er gebruik van. En misschien moet je door dat te doen juist even terug te kijken naar bepaalde lessen die je hebt gehad of naar bepaalde leermeesters en dan vanuit je huiselijke stuk oplossen en daar een bepaalde verandering in te maken. Oké, ontzettend mooi. Ga hier natuurlijk weer mee aan de slag. In ieder geval weer bedankt voor het kijken en doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond en laat hieronder natuurlijk even een reactie achter. Vergeet je dan natuurlijk ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hoi hoi.